Ricardo, Moniz, zijn er buiten de uitslag ook nog positieve punten die je aan deze wedstrijd hebt overgehouden? Ja, dat heb je zelf ook gezien. Je maakt twee fantastische goals tegen Ajax en je hebt drie goede kansen gecreëerd. Kijk, die jongens zitten in de hoek van de klappen vallen, dus mijn taak nou is om de hoofden snel te repareren. En op basis daarvan kun je daarmee verder. Stel dat er helemaal niks was uitgekomen offensief, had je niet meer verder gekund. Het is onze eigen fout dat we ze in de wedstrijd brengen. 1-0 komt te vroeg, invulfout. Mounir maakte een geweldige goal, 3-1 vlak voor rust. En als die bal van Kolwijk erin valt, kan de wedstrijd anders lopen. Vaar moment, kan tot de wedstrijd. En dan vrees je het ergste. En gelukkig houden we de schade beperkt en kwamen we terug tot 6-2. Want ze waren werkelijk oppermachtig, zo kort na Juventus. Respect voor dat. En toch heb je het inderdaad al voor elkaar gekregen om gewoon twee keer te scoren. En dat was een probleem de laatste weken. Ja, dat zeg ik je. Dus je moet nu juist, dat is ook mijn taak, het glas half vol zien. Je hebt twee fantastische goals gemaakt. Hadden er twee meer kunnen zijn. En dat was inderdaad het probleem. Alleen we zijn onrustig aan de bal geweest. We hebben de organisatie niet bewaakt. We geven ballen weg, waardoor we de tegenstander eigenlijk heel sterk hebben gemaakt. Dan heb je er vooraf eigenlijk geen woord aan gelogen dat je hier gewoon aanvallende intenties kan tonen bij Ajax. Dat hebben we verteld, ja. En dat kan. Alleen ja, dan zul je toch geen ballen weg moeten geven zoals we hebben gedaan. Vanuit ons balbezit dat hun scoren. En dat is nog een beetje die onzekerheid van de jongens, maar dat zal snel weg moeten. En kijk, als je het glas half vol ziet, kun je hier iets mee om de komende vier wedstrijden toch weer in het offensief, in het initiatief te gaan. Want dat moeten we zeker blijven doen. Wat heb je net gezegd tegen je jongens? Nou, dit wat ik tegen jou zeg. Uiteindelijk is het heel makkelijk om je eigen in een crisis te praten. Dus vandaag zijn we dood, morgen moeten we weer opstaan. Positieve dingen eruit halen, negatieve dingen weg proberen te werken. Conditioneel, want het was zwaar voor ze. Zullen we volgende week weer een stuk sterker zijn? En het is niet anders. Kijk, we wisten natuurlijk, Ajax normaal verliezen, maar we hadden toch op meer gehoopt. Daarom zijn we ook heel erg teleurgesteld. En dan zie je gisteren NAC tegen Emmen 1-1 worden. Gaan we er gemakshalve even vanuit dat PSV gewoon van de Graafschap wint en jij legt zelf dit spel op de mat, dan is het toch eigenlijk niet eens zo heel gek weekend dan met wat je meeneemt? Nee, je bedoelt die 1-1 gisteren, die was in allereerst gunstig. Nou, persoonlijk had ik hier ook meer van verwacht, zeker omdat Ajax twee dagen hersteld werd had naar Juventus. Maar ze zijn wonderbaarlijk snel hersteld. Je zegt het goed, alles ligt nog open, daarom is mijn taak nu snel repareren in het hoofd en gewoon doorgaan met het initiatief nemen wat we hebben gedaan.